Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 10 maart van Weerplaza. De lente hangt in de lucht, dat hebben we vandaag wel gemerkt. De zon is scheen volop, maar vanuit het noordwesten kwam er meer bewolking aanzetten. De bewolking hangt samen met een zwakke storing, die morgen in de loop van de dag vooral over het noorden wat lichte regen zou kunnen gaan geven. Maar verder blijft het droog en is de luchtdruk aan de hoge kant. De komende uren hebben we toch te maken met een paar wolkenvelden. Die trekken vanavond en vannacht over, maar het is vanavond nog droog. En vanavond ligt de temperatuur tussen de 5 graden in Limburg en 7 in het noorden van het land. De wind is zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen. En later vanavond en vannacht, dan koelt het behoorlijk af in opklaringen, tot rond het vriespunt in Limburg en 4 graden in het noorden en vlak aan zee. Lokaal is misschien kans op een enkele misbank. En morgen zien we een afwisseling van zon en wolken. De meeste zon is weggelegd voor het zuidoosten van het land. De wolken worden in het noorden van het land in de loop van de dag dikker. En mogelijk valt er ergens een spatje regen, maar veel stelt dat niet voor. En met een temperatuur in de middag van 11 graden in de kop van Noord-Holland tot 14 in het zuiden van het land is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dan hebben we zondag ook hoge temperaturen. Misschien zelfs ruim 15 graden in Limburg en 12 graden in het noorden van het land. De wind is zwak tot matig vanuit het zuidoosten. Het blijft zondag nagenoeg droog. En ook dan zien we een afwisseling van wolken en wat zon. En dat droge en rustige weer houdt ook begin volgende week aan. En ook ligt de temperatuur aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.